In dit deel gaan we een panelgesprek voeren met de drie andere onderzoekers. Ineke Mok, Dieneke Stam en Jan de Vries. Ik denk dat ik eerst bij jou zo meteen begin, Ineke. Ik wil even Ineke voorstellen. Ineke promoveerde op onderzoek naar racisme en ras in Nederlandse schoolboeken van 1876 tot 1992. Ze heeft onder andere bij de Anne Frank Stichting gewerkt, werkt zelfstandig ook als onderzoeker onder de naam Cultuursporen. En ze was onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het lesboek Kind aan de Ketting, van Mapping Slavery, het stripboek Jacqueline, slavin van Plantage Driesveld, maar schreef ook haar eigen stripboek, die ik ook nog zelf ook vaak heb ingezet, Kwakko, Mijn leven in slavernij. En nu in 2022 heeft ze dus onderzoek ook verricht voor sporen van slavernijverleden in Gelderland. En was ze co-auteur van Haarlemmers en de slavernij. Ineke, mag ik jou zo aan het woord geven om iets te vertellen over je onderzoek? Ik heb begrepen dat je het zelf ook wel fijn vindt om een plekje te hebben waar je je papieren kunt neerleggen. Even kijken, lukt het zo? Staat deze aan? Ben ik goed te verstaan? Ja? Hey. Dat ding zit wel dichtbij. Even kijken. Dus word ik helemaal scheel. Zo ook nog? Ja. Goed. Goedemiddag. Ik ga een verhaal vertellen over iemand uit Berbice. Ja. We hebben net gehoord hoe belangrijk het is dat nazaten zich uitspreken. Dat we via nazaten, via overleveringen, nog iets te weten komen over de mensen die in slavernij moesten leven. Maar verder rest ons eigenlijk heel weinig informatie. Dan moet je naar bronnen kunnen kijken. En dan gaat het over geboorteakten bijvoorbeeld. Maar vooral plantageboeken, als die al bewaard zijn in openbare archieven. Of het moet zo zijn dat iemand in slavernij in de ogen van de machthebbers een enorme overtreding heeft begaan. Denk maar aan Tula, Curaçao, die niets anders wilde dan in vrede toch de vrijheid voor elkaar krijgen. En zijn woorden zijn opgetekend omdat hij voor de rechter moest verschijnen, omdat naar verwachting zijn straf zo enorm zou zijn dat dat nooit op een plantage kon worden uitgevoerd. En zijn lot kennen jullie. En van anderen kennen dus alleen maar een naam, hooguit een naam uit een boek. En dat is dan hooguit ook nog een administratieve naam. En bij mijn verhaal moet je dat ook eigenlijk steeds in je achterhoofd houden. Het gaat niet om de naam die zijn ouders, in dit geval aan Pieter Rudolf Lesnot, hebben gegeven. Pieter Rudolf Lesnot. Hij is geboren in Berbice. Op de plantage Schravenhagen in 1786. En hij overleed hier in Arnhem, staat het plaatje er. Ja. In de Vijfzinnenstraat, bijna 80 jaar oud. Hij heeft het grootste deel van zijn leven ook in Arnhem gewoond. Maar hij is geboren in Berbice. En ik weet niet of iedereen weet waar Berbice ligt. Maar Berbice was ooit de kolonie van Nederland, lag naast Suriname. Hier is ook een kaart te zien. Het is de Rio Berbice. En aan die rivier lagen al die plantages. Dus al die kleurtjes vertegenwoordigen allemaal plantages. En op één daarvan is hij geboren. Nu is over Rudolf Pieter Lesnot meer bekend. Omdat hij gedoopt werd in Nederland. Hij kreeg kinderen. Hij trouwde en hij wist tweemaal de weg naar de rechter te vinden. Goed, hij is geboren op de plantage. Zijn ouders waren overleden, al vroeg. En zo ook zijn grootouders. Dat betekent dat zij dus al generaties op die plantage waren. En de plantage was op dat moment in handen van Abraham Walensson uit Amsterdam. En hij huwde met Catherine Gaillard, die net als Lesnot
geboren en getogen was in Berbice. En dit echtpaar kreeg 2 dochters. Als de man overlijdt, Walensson, dan neemt Catharine Caillard de zaken over. Zij voert alles uit wat nodig is in haar ogen om de plantage draaiende te houden. En zij zorgt er ook voor dat er nog eens nieuwe mensen aangekocht kunnen worden uit Afrika. In die omstandigheid is ook Pieter Rudolf Lesnot opgegroeid. Maar hij is al heel vroeg wees. Hij is ongeveer 5 jaar als zijn ouders zijn overleden. En het kan zo zijn dat hij toen al in het huis is opgenomen van het echtpaar Caillard en Walensson. Als zij wordt dan nogmaals weduwe en dan huwt zij, en dat is belangrijk, met iemand die Donsel heet van zijn achternaam. Charles Henry Donsel. Op een gegeven moment gaan zij met deze jongen naar Nederland. En dat is begin 19e eeuw. En dan komt het eerste document naar voren waarin zijn naam genoemd wordt. En waarin hij blijkt dat hij niet langer Pieter heet, maar Pieter Rudolf Lesnot. En dat is zijn geboorteakte in Amsterdam. Hé, mag je eentje terug? Oh nee, nog één terug. Oh, nog één terug. Ja. Oh ja, het zat toch anders. Zo gaat het altijd. Maar goed, hier zie je zijn, ik weet niet of het te lezen is hoor, 1811. En hij is met nog iemand gedoopt, Christina Christiansen. En aangezien zij beide zo tussen accolades zijn gezet en er nog een tekst voor staat, wat bij alle andere dopen helemaal niet gebeurt, heb ik zo het vermoeden dat ook Christina meegenomen is door dit echtpaar. Maar ik kon helemaal niets meer vinden over haar. Afijn, op een gegeven moment verhuisde de familie. Donsel is dan trouwens al overleden, de man. En dat moet ik ook nog vertellen, wat je opvalt aan de naam. Lesnot en Donsel, dat is een anagram. He, dus het betekent ook dat hij, ook al is hij hier in Nederland een vrij man, altijd zijn hele leven lang verbonden zal zijn met degene die ooit de macht over hem hadden. En feitelijk heeft zij, Catharina Caillard, nog steeds enige macht over hem. Zij gaan verhuizen naar Den Haag en Lesnot blijft bij haar. En dan is er ook iets opmerkelijks, want 2 jaar na zijn doop, in 1813 krijgt hij een dochter, Petronella Johanna Maria Donsel. En dat is opvallend, want dat is bepaald geen protestantse naam. En dat kan ik weten, want ik heet ook Johanna Maria en katholiek opgevoed. En wat wil het geval, heeft een relatie met Anna Wederpool. En Anna Wederpool is katholiek. Ze zijn dan nog niet getrouwd. Het is 1813, het is net de Franse tijd. En volgens de Franse regels was het verboden, althans in Frankrijk, op dat moment dat er een huwelijk plaats zou kunnen vinden tussen iemand die zwart zou zijn en iemand die wit zou zijn. En het voornemen was dat deze regel ook in Nederland zou worden ingevoerd. En dat is nu het belangrijke, vind ik. Pieter Rudolf Donsel was van die, van Lesnot, was van die regel op de hoogte. Want toen hij een aanvraag deed om te gaan trouwen, stapte hij naar de burgerlijke stand, naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag, maar had zich zodanig voorbereid dat hij een gerechtelijk stuk had meegenomen van een man van Curaçao, een zwarte man, die getrouwd was met een witte vrouw en die dus speciaal toestemming had gekregen van de rechter. Deze ambtenaar moest ook naar de minister om de zaak voor te leggen en hij kreeg toestemming. Zij huwde in 1816... katholiek of protestant, dat maakte niet uit. Zij kregen nog 2 kinderen, maar uiteindelijk alle 3 de kinderen stierven. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Ik vind een volgend spoor in 1830. En dan gaan we naar Huize Westerveld. Ja. In 1830 overlijdt namelijk een Louis Lesnot, 11 jaar, in Elden. Dat betekent dat ook Pieter Rudolf Lesnot verhuisd is naar Westerveld. Want het huis is in 1821 eigendom geworden
van een van haar dochters. Die is getrouwd met een meneer Johannes Jozef Debets. En zij betrekken dit huis. En Pieter Rudolf Lesnot is daarbij aanwezig. We weten ook dat hij altijd bij haar was, bij Catharina Kajaar. Want die is, dat vergeet ik te vertellen, die woont daar ook. Want ze gaat heel vaak naar Amsterdam, ook vanuit Den Haag. En later doet ze dat in Arnhem, om nogmaals een testament te gaan wijzigen of om zaken te doen. En dan staat erbij dat zij wel degelijk bij zinnen is, maar blind. Catharina Kajaar, dus de eigenares, zullen we maar zeggen, vroeger van deze Pieter Rudolf Lesnot, die kon niet zien. Ze kon nog wel een handtekening zetten en dat ziet er ook heel erg bibberig uit. En dan kan je je ook voorstellen dat hij haar steeds begeleid heeft. Hij heeft haar bij de arm moeten nemen. Hij is steeds in haar buurt geweest. Afijn, die Louis is daar geboren. Is daar niet geboren, maar is daar overleden. En dan blijkt niet zijn vrouw Anna Wedepol de moeder te zijn, maar een Johanna Maria Wedepol. Wie dat is, heb ik niet kunnen vinden, maar natuurlijk een familielid. Uiteindelijk heeft hij dus 4 kinderen gehad die allemaal overleden zijn. In dit huis Westerveld, komt ook de correspondentie en de administratie terecht van de plantage Schravenhagen, maar ook de plantage Westerveld en ook nog de plantage Uitvlucht in Berbies. Want alle zijn eigendom van deze familie. En in 1834, dan is inmiddels Berbies onderdeel geworden van het Engels Rijk. Al sinds 1814. Het is onderdeel geworden van Guyana later. In 1834 wordt de slavernij afgeschaft en vanuit dit huis komt de schrijver naar de regering. Want bij de afschaffing van de slavernij hebben zij in 1834 nog steeds 150 mensen in eigendom. Ook al rusten er hypotheken op alle plantages, het kapitaal voor deze mensen willen ze innen. En dat gebeurt ook. 8000 pond wordt er overgemaakt in 1836. Hoeveel dat nu is, heb ik niet kunnen achterhalen, maar het gaat om tonnen. Catharina Kajaar heeft er niks aan, haar dochter ook niet. Wel haar andere dochter, want ze is al overleden. Als wordt uitgekeerd. En in dat jaar, in 1835, vertrekt ook Rudolf Lesnot van dit huis. En hij gaat wonen in de Vijfzinnenstraat. Maar wat heeft Rudolf nu eigenlijk verworven? Rudolf kreeg in testament steeds 300 gulden. Een legaat jaarlijks van 300 gulden. En dat moest uit worden betaald in klinkende munten. Er mocht niks vanaf aan belastingen. Maar eenmaal op Westerveld, en meneer Debets is ook in het vizier, want ik verdenk hem toch ergens van, wordt het bedrag gehalveerd naar 150 gulden. En als het eenmaal uitgekeerd wordt en Debets executeur is, wordt dat bedrag nog eens verlaagd. Maar hij gaat weer trouwen, deze man, onze Rudolf. Hij gaat trouwen met mevrouw van der Heijden. En die kent hij al heel erg lang. Hij kent haar al uit Den Haag en ook zij heeft in Elden gediend. Ze gaan daar samen wonen. Hij kan niet zomaar huwen, want hij is al die tijd nog getrouwd met Anna Wedepol. Hij vraagt echt scheiding aan, want ze is hem ontrouw geweest. Ze hield het met ene Willem Boekwijd in Haarlem. En de rechter geeft toestemming. De tweede keer dat hij naar de rechter gaat. Dan verlies ik elk spoor. Er is niets meer over hem te vinden. Althans niet in de openbare archieven. Ik vermoed dat er nog iets ligt bij de familie van Voorst tot Voorst. Die later eigenaar wordt van Westerveld. Want die huwt met een kleinkind van haar. Maar verder heb ik niets meer over hem kunnen vinden. Dank je wel. Het is heel interessant, ja. Maar we zitten in een time squeeze en we hebben nog collega-onderzoekers die ik ook nog aan het woord wil laten. Ik kan nog wel een raadsel. Een raadsel, en dan gaan we verder. Dit is zijn handtekening, het enige wat we van hem hebben. Een prachtig handschrift. Wat valt je op? Pieter Rudolf Lesnot.
Hij heeft zijn namen omgedraaid en ik denk dat hij daarmee toch iets heeft willen laten zien. Rudolf Pieter Desnot. Dat zag ik pas gisteren. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik denk dat ik deze... Dank Ineke. Sorry, ik ga gelijk weer door naar Dieneke. Ja. Alsjeblieft. Dieneke Stam is historicus en was tentoonstellingsmaker in het Anne Frankhuis. Heeft bij de museumvereniging gewerkt en sinds 2005 als zelfstandige met de focus op gender- en vrouwengeschiedenis, de Tweede Wereldoorlog en de Shoah en koloniale en slavernijgeschiedenis. En zo ken ik jou, ook co-auteur van de gids Slavernijverleden, Nederland sporen van het Gelderse slavernijverleden en Haarlemmers en de slavernij. Je hebt onderzoek gedaan naar Sonsbeek, onder andere. Je hebt meerdere onderzoeken en links in het rapport geschreven. Zou jij misschien wat willen vertellen over Sonsbeek en de slavernij? Doet hij het? Ja, volgens mij nu wel. Ik kan mezelf helemaal niet... Oh ja, nu wel. In 2021 was de eerste openbare publieke Ketikotti-herdenking in Arnhem bij de steile tuinen van Sonsbeek. Ik weet niet wie van jullie er allemaal bij waren. Vast wel een aantal, ja. Het stroomde van de regen, heb ik gehoord. En het was eigenlijk heel toepasselijk. Maar toen was nog niet bekend of er eigenlijk verder andere concrete sporen waren van slavernijgeschiedenis op Sonsbeek. Dat is nu wel bekend en er zijn er minstens 3. Dus die zal ik er even uitlichten. De eerste is, en het komt uit de Indonesische archipel, Adriana van Baaien is degene die ooit de opdracht gegeven heeft om de start van de Witte Villa te bouwen. Dus het binnenstuk van de Witte Villa. Dat heette toen nog Hartgensberg. Witte Villa, Sonsbeek, allemaal heel belangrijk voor Arnhem heden ten dagen. Deze Adriana van Baaien was de dochter van een sergeant en een raadordinaris in toenmalig Nederlands-Indië. En haar moeder was weer de dochter van een man die opperkoopman voor de VOC in Bengalen was geweest en daar stinkend rijk was geworden. Adriana wordt wees en tegelijk met haar jongere broer en zus vertrekt ze vanuit, zoals in het testament van die moeder staat geschreven, als zij wees wordt, moet ze naar Arnhem worden gebracht. En daar zijn 3 mensen in slavernij die die 3 weeskinderen begeleiden op de reis van Java naar de Republiek. Ze komen aan in Fort Rammekens bij Vlissingen. En meteen op de boot terug worden die 3 tot slaaf gemaakte mensen, Amila, Simon en Manila van Mandhaar, Alima, Jamila en Simon van Mandhaar. Dat is van Celebes, worden weer teruggestuurd. Dit onderzoek is trouwens gedaan, vooral naar dit spoor, is vooral gedaan door Ashwin en door Jan. En slaafgemaakten worden dus onmiddellijk teruggestuurd. In tegenstelling tot, haar naam is al eerder gevallen, Anna van Vossenburg, die ook met 2 weeskinderen vanuit Suriname naar Arnhem was gestuurd. Maar die is hier blijven wonen en die heeft de hele 18e eeuw als een Afro-Surinaamse inwoner van Arnhem geleefd hier in de stad. Een van degenen die zij weer had begeleid, die is kasteelvrouwe van Schiependaal geworden. Adriana van Baaien is dus het eerste spoor wat ik hier wil noemen van Sonsbeek, Witte Villa. Dat was in de 18e eeuw. Rond 1800, dus 18e eeuw is van 1700 tot 1800. Rond 1800 is het tweede spoor wat ik naar voren wil halen. En dat gaat over Nederburg, het echtpaar Nederburg. Het is in de Franse tijd. De VOC is in 1799 failliet verklaard, opgeheven. De laatste gouverneur-generaal namens de VOC in toenmalig nog, in de Indonesische archipel zal ik maar zeggen. Die gaat terug naar de Republiek.
En zijn vrouw die woonde al hier in de Republiek en die had Sonsbeek al aangekocht. Benedendeel van Sonsbeek. Die gouverneur-generaal keert terug en die halverwege stoppen ze allemaal in Kaap de Goede Hoop. En hij koopt daar een man. Dat bewijs is bewaard voor de notaris. Deze man heet Jacob van de Kaap. En hij neemt dus deze man mee naar de Republiek. Want later in zijn kasboek komt, ik zeg Jacob, het is Jonas. Het is Jonas van de Kaap. Komt die Jonas diverse keren terug. En behalve dat is dus dat landgoed beneden al heel mooi aangelegd met tuinen. Maar hij heeft ook nog een aantal arbeiders meegenomen uit de Oost. Chinese arbeiders. Want er zijn mensen die hun huwelijksreis hebben in Arnhem in het begin van de 19e eeuw, dus in 1814. En die schrijven in hun dagboek: we zijn op het mooie landgoed van mevrouw Nederburg geweest. En daar hebben we een fantastisch Chinezenpontje. Heeft ons overgezet over een grote vijver. Dat was dus een trekpontje. Dus dat was een innovatie hier in de buurt. En die mensen hebben ook van alles aangelegd. Die tuinman, meneer Weng, die kwam je regelmatig ook tegen in dat kasboek van meneer Nederburg in Sonsbeek. Nou, nadat de familie Nederburg van Sonsbeek vertrok, zijn de benedendeel en het bovendeel van Sonsbeek samengevoegd tot het heel groot park, dus de Hartgersberg en die benedenstukken. En toen is het in eigendom gekomen van de familie van Heekeren. En die familie heeft er de hele 19e eeuw in gewoond. En die hebben dat kunnen kopen dankzij het kapitaal van mevrouw van Heekeren. Die was geboren Hoop. En die was dus een telg uit de familie Hoop en Co. Een rijke bankiersfamilie. Die bank is later opgegaan in de ABN AMRO. ABN AMRO heeft vorig 2 jaar geleden een groot onderzoek laten uitvoeren naar zijn eigen slavernijgeschiedenis. Dus dat is het derde spoor dat ik hier naar voren wil halen. Dank je wel. Super interessant. En ja, ik zag het ook helemaal aan hoe je het net tempo aan het prezen. Het is ook eigenlijk een onmogelijke taak om in zo'n kort tijdsbestek iets uit te leggen waar je met hart en ziel anderhalf jaar aan hebt gewerkt. En alle bevindingen, wat zie je hier? Ik heb alle slides vergeten. Ik had al zo'n idee, maar ja. Ik wou je niet storen. Kan je kort toelichten? Dit is de aankoop van de Hartgersberg van Adriane van Baaien. Dit is dat Chinese pontje. Dus dat is ook de enige afbeelding die we ervan hebben. Uit 1814, uit het Gelders Archief. En dit is het landgoed zoals het toen werd verbeeld, Sonsbeek. Dus dan heb ik ze toch nog even kunnen laten zien. Dankjewel. Ik denk dat ik nu gelijk weer meteen verder ga. Kijk, het fijne is natuurlijk wel dat we allemaal zo meteen met zo'n rapport naar huis gaan. En dat we vanavond allemaal in bed kunnen liggen met een kopje thee en het hele rapport doorbladeren. Met alle interviews en onderzoeken. Maar eerst Jan de Vries. Jij hebt een onderzoek gedaan naar onder andere gecompenseerden in Arnhem. Ik ga je even nog introduceren. Je bent historicus en je werkte onder andere 40 jaar lang wisselend als docent onderzoeker op de Radboud Universiteit Nijmegen en als geschiedenisleraar op verschillende middelbare scholen. En in 2006 en in 2018 werd Jan landelijk onderscheiden voor zijn verdiensten voor het geschiedenisonderwijs. Je hebt ook een eigen website, toch? Arnhem met EY en zonder H. .nl en een Facebookpagina waar dagelijks nieuwe wetenswaardigheden staan over Arnhems verleden. En recent verscheen zijn boek De Nieuwe Kanon van Arnhem en ontving je ook een prijs. Dankjewel, fijn dat je er bent. Zou je ons wat mee willen nemen? Ja, dat is toch even een applausje waard. Zou je ons mee willen nemen in een van je onderzoeken, een van je leads? Ja, de gecompenseerde in Arnhem 1863, daar hebben we het dan over.
In 1863 werd formeel de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied afgeschaft. Formeel, want alle tot slaafgemaakten waren nog verplicht 10 jaar op de plantages te blijven. Het zogeheten staatstoezicht. En moesten de tot slaafgemaakten blijven op de plantages. Ze kregen dus geen financiële schadevergoeding of zo. De plantage-eigenaren kregen dat wel. Die kregen 300 gulden per slaafgemaakte als compensatiebedrag voor het afschaffen van de slavernij. En dat is een van de redenen waardoor het wat langer in Nederland duurde dat de slavernij werd afgeschaft in vergelijking met andere landen. Want voordat je dat geld bij elkaar hebt, ongeveer 10% van de toenmalige rijksbegroting, 10 miljoen gulden, dat duurde nogal een tijdje. En dat was dus pure lobby van de plantage- en slaveneigenaren in Suriname om dat voor elkaar te krijgen. Op dat kaartje wat u geprojecteerd ziet staan, ziet u de 5 plantages waarvan in 1863 een geldbedrag werd uitgekeerd aan alle eigenaren van die plantages. 5 stuks. We hebben ook de plantage Arnhem gehad in Suriname, maar die bestond niet meer in 1863. Die werd verlaten al een 30-tal jaren eerder, zodat daar eigenlijk geen compensatiebedrag is uitbetaald. Ja, dan hebben we eigenlijk 5 plantages waarvan geld werd uitgekeerd aan de eigenaren. En daarop verbleven in totaal 830 tot slaafgemaakte plantagebewoners. Nou, 830 keer 300 gulden, dan kun je uitrekenen wat voor bedrag dat is. Als je puur kijkt naar de mensen die op dat moment in Arnhem woonden, waren er dat 16. Er waren wel andere eigenaren van bijvoorbeeld Plantage Eiland of Plantage Poelwijk, maar die woonden niet in Arnhem. Dus ik heb in dit onderzoek puur gekeken naar de mensen die in 1863 in Arnhem woonden. En dat waren er 16, waarvan er 11 deeleigenaar waren van de Plantage Vossenburg, die u linksboven op de kaart ziet staan. Nou, wie waren dan die mensen die geld kregen in 1863 vanwege de compensatie voor de afschaffing van de slavernij? Laten we eens beginnen met de 4 andere plantages. De plantages Adrichem, Poelwijk, Zorgvliet en 2 eigenaren van het eiland. Ik heb daaronder gezet wat ongeveer de koopkrachtwaarde in 2021 was. Het is dus belangrijk om te weten hoeveel tot slaafgemaakte bewoners stelde die plantage. Vervolgens vermenigvuldig je dat met 300 gulden. En dan kijk je hoe groot het aandeel was van elke eigenaar in die plantage. En dat bedrag werd uitgekeerd. En dan zie je dus dat het varieerde van 45 gulden tot ongeveer 1700 gulden. Dus dat was nog wel een groot verschil afhankelijk van de hoeveelheid tot slaafgemaakte die er op de plantage zaten en eigenlijk wat je aandeel nog was in de plantage. De grootste plantage met de meeste tot slaafgemaakte. Oh nee, dit zijn die eigenaren. Hier woont mevrouw Lejeune, getrouwd met meneer Van Eck, op de Utrechtse weg. Dat is de beroemde villa Schoonheuvel. U weet wel, die villa die onlangs is opgeknapt met het kappen van 150 bomen om een prachtig uitzicht te houden over de Betuwe. Nou, die villa bestaat nog steeds. En in die villa woonde in 1863 mevrouw Van Eck, die dus een bedrag kreeg uit de afschaffing van de slavernij. Daarnaast ziet u staan de verkoopadvertentie van het huis aan de Eusebius Binnenzingel van meneer Veit. Dat huis is helemaal verwoest in de Tweede Wereldoorlog. Maar u ziet wat voor een kapitaal huis dat was. Maar dit was ongeveer de gemiddelde behuizing van die eigenaren die geld kregen. Dus als een illustratie over van, nou, wat waren dat eigenlijk voor mensen. Ze behoorden tot de welgestelden in Arnhem. En dit zijn dan de deeleigenaren van de plantage Vossenburg.
dat zijn eigenlijk de nazaten van de zusjes De Vree, die getrouwd zijn met de broers Brandsen, zo rond 1730 en 1740. Als je dat dan 4, 5 generaties doortelt, dan kom je in deze vererfingslijn uit. Een vrouwelijke Brandsen trouwde misschien met een meneer Engelen, vandaar dat u hier de naam Engelen ziet. Een andere mevrouw Brandsen trouwde misschien met een meneer Van Eck, en vandaar dat u hier ook de naam Van Eck ziet staan. En u ziet, de 4 Brandsens die nog op huis Siependaal wonen, die krijgen het grootste bedrag uitgekeerd. Want de andere families waren veel groter. Die hadden veel meer kinderen gekregen in al die 4 generaties. Ja, en veel kinderen maken de financiële spoeling heel erg dun. Of dunner, moet ik zeggen. Waar hebben ze nou allemaal gewoond? Dit is een kaartje van Arnhem in 1868. Sommigen die woonden nog samen met elkaar. Bijvoorbeeld de kinderen Brandsen, die leefden nog bij een moeder weduwe Brandsen op huis Siependaal. Een aantal van Van Ecks die woonden nog in de Bakkerstraat. Maar de rijkste onder hun, de oudste zoon, François Van Eck, die woonde op het Walburgsplein in een gigantisch herenhuis. En was ook de eigenaar van landgoed en huis Mariendaal in Oosterbeek. Zo zien we dat we eigenlijk door heel Arnhem en ook in de landgoederen van Arnhem nog heel veel sporen hebben van het slavernijverleden tot aan de afschaffing van de slavernij toe. Dankjewel. Mag ik nog één klein mini-vraagje stellen? Graag, 3 mini-vraagjes. Ja, ik weet, eentje dan. Want ik zag dat er verschillende, als het goed is dan, plantage-eigenaren waren van dezelfde plantage, maar een ander compensatiebedrag. Kan dat kloppen? Ja, dat klopt Hoe dus. Hoe kan dat? Ja, als je als voorbeeld neemt, laten we even teruggaan naar de Brandsens en Van Ecks. Het zijn allemaal vererfingslijnen. Want de plantage Vossenburg is rond 1700, 1710 gesticht door vader De Vree. Zijn 2 dochters die worden wees, en dat heeft Dineke ook al verteld, die komen naar Arnhem en trouwen met de 2 broers Brandsen. Vandaar dat we altijd spreken over Brandsen De Vrees. Die krijgen heel veel kinderen. Maar het ene kind van de kinderen krijgt maar weer 4 kleinkinderen, de andere krijgt er weer 12. Van die 12 die krijgen dus een minder groot bedrag als die 4 kleinkinderen. Dus het hangt er vanaf hoe groot eigenlijk je gezin was, je familie, je vererfingslijn. Wil je een kleiner of groter bedrag in 1863 opstrijken? Vandaar dus de spoeling die dunner wordt. Vandaar de spoeling die dunner wordt. Als het kort is, want we moeten eigenlijk weer verder. Ik wil nog graag 1 ding aanvullen, namelijk dat is dus dan de erfenis van de slavernij aan de witte kant, zou ik maar zeggen. De erfenis van de slavernij aan de andere kant, aan de zwarte kant, is natuurlijk een van armoede. Dus die onevenredige verdeling van welvaart heeft daarmee echt vorm gekregen. En ik wou nog even zeggen, die afschaffing van de slavernij 1863 is betaald met de Indische baten. Dus daar hebben eigenlijk Javaanse contractarbeiders zich ook voor in het schompers gewerkt. Dank, hele goede toevoeging. Is natuurlijk uit het cultuurstelsel onder andere. Ja, dankjewel. En dan zie je ook weer hoe die koloniale systemen natuurlijk weer helemaal werken. En dat het inderdaad dus ook goed is om soms Oost en West samen te verbinden met elkaar. Nogmaals hartelijk dank voor de onderzoeksapplaus. Voor Ineke Mok, Dineke Stam en Jan De Vries. Hartelijk dank.